Ben jij op zoek naar FIFA Ultimate Team Coins? Ga dan naar golda.com en gebruik de code TRIP voor nog eens 5% korting. Link staat in de beschrijving. Yo gasten en welkom terug bij een nieuwe FIFA 17 Coach de Wereld. En dit keer ga ik even in op iets, een reactie die ik in het verleden wel eens kreeg. Een reactie die ik zag toen. En dat is dat je vanaf Amerika de MLS niet naar Europa kan. Nou dus heb ik hier vacatures. En hier zie je eerst allemaal inderdaad Amerikaanse teams uit de MLS waar we dus al in zitten. Columbus, DC United, New England, Colorado Rapids, FC Dallas, Sporting, KC, volgens mij is dat Kansas City, hey. LA Galaxy, Whitecaps, Real Salt Lake, volgens mij hebben we ongeveer de hele MLS die ons wil hebben. Maar dan Montreal Impact ook, en dan Portland, en opeens krijgen we, als we wat verder gaan, Ajax, Feyenoord, PSV, ADO Den Haag, FC Utrecht, AZ, Willem II, Vitesse, Heerenveen, PEC Zwolle, Groningen, Heracles. Dus ja, ik wou even laten zien dat je vanuit Amerika wel degelijk naar Europa kan gaan. Nou was de Eredivisie niet echt direct wat ik op het oog had om heen te gaan vanuit Amerika, maar wie weet. Eerst wil ik wel de Amerikaanse competitie winnen. En dat gaat al nu toe niet echt lekker, eerlijk gezegd. Eerlijk is eerlijk. We staan vierde. 4 punten los op de nummer 1, New York Red Bulls. Maar uiteindelijk is de play-offs later wat draait, geloof ik, waar het om gaat. Dus daar moeten we gewoon in gaan strijden. Nu hebben we een thuiswedstrijd tegen Vancouver. Hopelijk kunnen we wat moois doen. Ons team wordt wel een beetje vermoeid. Alweer, ik bedoel, het zal ik eens niet. Maar hierna hebben ze een weekje rust. Dus hopelijk kunnen we wat schade aanbrengen. Hopelijk kunnen we winnen. Kunnen we Vancouver helemaal van het veld spelen. We gaan ons best doen. Let's go. Nou, daar gaan we. Tegen de Whitecaps. Vancouver Whitecaps. Wij mogen aftrappen. En we zijn begonnen. Oh, we komen er een soort van door. Schot wordt geblokt. Hebben we niet van corner gewonnen. Het ging een beetje moeizaam. Maar misschien kunnen we hier iets uithalen. Corner daar wordt gekopt. Verdediging haalt de bal van de lijn. En wij verliezen de bal. Daar is een schot van Vancouver. Keeper moet in actie komen. Daar hebben we een corner. Eens kijken wat er gaat gebeuren uit die corner. Kopt het weg? Goed. Hier is Harrison. Voorgeven. Goed. Verdediging zit ertussen. Hier is Allen op de vleugel. Geeft hem voor. Dat is geen goede voorzet, man. Oké, hier is Villa. Goed schot, maar de doelman redt. Eens kijken of we iets kunnen bereiken. Ik denk het niet. Nee. Pirlo, hou in. Goed. Geef hem maar gewoon gauw weer voor. Ja. Doelman, helaas. Oh, nou uithalen. Goed. Weer de doelman. Kom op. Ik heb de afgelopen wedstrijd al te veel punten laten liggen. Ik moet gewoon weer eens winnen. Haal uit. Geblokt. Weer een hoekschop. Oh my god. Het lukt gewoon niet. Ja, daar ongeveer. Oké, koppen. Over, helaas. Maar nog een corner. Ja, alsof we er nog niet genoeg hebben. Nou, volgende kans. Nu dan. Er wordt gekopt. Doelman. Nee, en we lopen hem zelf uit volgens mij, of niet? Ja. En dan is het rust met een stand van 0-0. Oh my lord, dat was zo slecht. Ja, doelman. Weg. Goed. Oké, hier is... Oh ja, schieten. Nee, alsjeblieft. Reddingen of naast. We moeten die bal echt een keer erin werken. Daar zie ik Mix gaan. Ja, dit moet hem. Dit moet hem. Ja, eindelijk 1-0. Oh, het duurde lang. Maar daar is de opener. 1-0 voorsprong. Hè? Ik dacht dat het nooit zou lukken. En het is Mix met de 1-0. Daar is een balletje naar McNamara. Schiet maar gewoon. Wauw, oké, dat was echt een rukschot.
Hier komt de tegenpartij in de aanval. We geven een corner weg. Daar ben ik eigenlijk niet zo blij mee. Want iedereen kent de wegwerking van dit team. Nou, koppen. Nee, maar dat is over. Nieuwe corner. We moeten het wegwerken. Ik wil niet weer een voorsprong weggeven. Daar is een kopbal aan de handen van de doelman. Gelukkig. Nee, nee. Oh mijn god. Weer weggegeven. Ik word hier niet goed van. Het loopt niet met de New York City. Ik speel hier al echt niet lekker mee de afgelopen tijd. We hadden een fucking goede start in het begin van de competitie. En nu is het echt hopeloos. Hier is een kans. Schiet hem erin, please. Please, rebound. Nee. Fuck you, scheids. Nee. Weer punten laten liggen. Man, ik word gefrustreerd nu. Weer opnieuw punten laten liggen. Nou, daar zijn we. We gaan maar even een trainingje doen. Waarom ook niet? En dan ga ik straks even de stand checken. Jongens, dit is echt niet goed. Dit is echt niet goed. We staan nou vierde. En er werd, geloof ik, iets gezegd over de playoffs. Maar 5 teams in een playoffs, dat slaat helemaal nergens. Volgens mij moet je toch een even getal hebben. Wat zijn al die berichten? Jeugdspelers, oké. Leuk. Maar ik, volgens mij... Deze ga ik wel contracteren. Waarom ook niet? Even kijken wat hier tussen staat. Oh, jij bent wel interessant. De rest laten we nog even in staan. Bondscoach van India. Nou, dat doen we even niet. Dat is nou niet echt bepaald een land wat ik zou willen coachen. Ja. Helaas, het gaat gewoon nog niet echt van een leien dakje. Ik ga even de doelstellingen checken. Want er was ook iets mee. Haal de kwartfinale van de playoffs. Maar wat is de playoffs? Dat is iets wat ik me nou af begin te vragen. Zou dat iets te maken hebben van die top 5? Want die zijn niet zonder reden groen. Ik zou het eigenlijk best wel willen weten. En daarmee ga ik dan deze video voor afsluiten. Want ik ga ook even bedenken of ik misschien iets aan mijn opstelling ga sleutelen. Want dit, iedereen merkt het wel, het loopt niet lekker op het moment. Ik denk dat ik iets moet veranderen. Ik weet alleen nog niet wat. En waar blijft de transferperiode? Want versterkingen kunnen we gebruiken. Dat duurt nog wel even. Man. Dus laat het achter in de reacties, zodat je dat weet. Hoe zit dat met die playoffs? Dat is iets wat ik me nou af begin te vragen. Als dat top 5 is en dat we dan nog playoffs krijgen, weet je, dan maak ik me niet zo'n zorgen om die eerste plek. En dan wil ik gewoon de playoffs winnen. En dan hopen dat we daarna misschien toch maar naar Europa kunnen gaan. Maar ik vind het gewoon... Oh, ik heb het moeilijk tot nu toe in de MLS. Moeilijker dan ik had verwacht. Oh, dit is in Argentinië. Er zijn nou ook vacatures. Interessant. De Young Boys, of niet? Nee. Nee, wel River Plate. Ja, Young Boys. Boca Juniors bedoelde ik inderdaad. Met TVS. Dat lijkt me ook nog wel lach om heen te gaan met dat team. Maar dan moet TVS er wel zitten. Anders wil ik er niet heen. En voor de rest zijn het gewoon nog teams uit de MLS. Maar we kunnen dus zeker wel, heb ik net al laten zien, vanuit Amerika naar Europa. Met de juiste vacatures. Goed. Dit team ga ik maar even laten rusten. Ik check jullie bij de volgende video. Nogmaals, laat achter in de reacties wat die playoffs inhoudt, als jullie dat weten hoor. En anders laat een nieuwe tactiek achter. Want ik denk echt dat ik iets nieuws moet proberen. We laten nu alleen maar punten liggen. En dat is niet goed. Bedankt voor het kijken en bedankt voor jullie support. Ik check jullie de volgende keer weer. Tot dan. Laters.